Kesinlikle. Dit zijn dan handjes. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Super leuk dat je kijkt. Vandaag heb ik echt iets heel erg bijzonders. Mijn vriendinnetje Stephanie die blogt ook bij mij op twinklebella.nl en die is op het moment 21 weken zwanger. En wat zo leuk is, wij mochten van Baby Washer, misschien dat je daar al iets over gehoord hebt. Daar kan je dus mee naar je kindje kijken thuis. Zonder, ja, je hoeft dus niet een pret-echo te laten maken of naar de gynaecoloog of verloskundige. Je kan gewoon thuis, als je in verwachting bent, naar je kindje kijken. En Stephanie mag hem 2 weken voor mijn blog uitproberen. En het leek ons wel leuk om vandaag even een eerste indruk te geven. Hoe het werkt, of het makkelijk werkt. En nou ja, we kunnen dus al een beetje naar haar kindje gaan kijken. En over 2 weken, als Stephanie dus klaar is met testen, zal zij een uitgebreide review schrijven op mijn blog. Dus mocht je daar vragen voor hebben, mochten er dingen zijn die je heel graag zou willen weten, laat het even achter hieronder in de comments. En ja, we gaan jullie dus even een eerste indruk laten zien. Heel veel plezier met kijken en doe alvast een duimpje omhoog. Zo, dit is dan het apparaatje. Dit is de Baby Washer. En daaraan koppel je zeg maar, ja, hoe heet dit? Weet je dat? Hoe heet dit? Ja. Yeah. Het ding waar je echt als ik weet het. Ja. En het is belangrijk dat je een Microsoft computer hebt. Zelf heb ik een MacBook. Dus daar kan het niet op, maar je kan bij Baby Watcher wel een tablet bestellen, heb ik begrepen. Als je zelf vaker echo hebt gehad, dan ken je dit wel. Dit is gel wat je aanbrengt op de buik voordat je de echo gaat maken. Nou, ik ga nu dus de echo maken. Je kan dus als vrouw zijn het ook zelf doen. Is dat een hoofdje? Oh! Nou, dat is toch bizar. Hij slaapt, hè? Hij slaapt. Hij is heel rustig. Het lijkt wel alsof ik hem nu gewoon goed heb, of niet? Ja, dat hij, ja. Zeg maar... Het is heel lastig hoor, om goed in beeld te komen. Echt even een beetje... Maar nu wel geluk, of niet? Ja, hij ligt er nu wel redelijk op voor. Ja? Hij bewoog niet. Dat is toch bizar? Ja, dat is het ook. Je ziet dat in het hartje niet. Soms krijg je ook heel mooi in beeld. Kijk, dat is ook bijzonder, want... Oh. Ik wilde jullie net een ruggengraat. Oh, daar! Dat is gewoon het ruggengraatje. Dat kan je gewoon zo goed zien. Wauw. Hij schopt er net. Oh, en hij schopt. Oh, kijk. Oh, oh, daar gaat hij. Oh. Oh, oh. Hij denkt, mam, wat doe je? Oh. Nou, dat is echt zo bijzonder. Om te zien. Normaal, toen ik in verwachting was, toen had je dit nog helemaal niet. En dan keek ik echt uit naar de echo, zeg maar. Dus ja, dat ik nou gewoon... Normaal zou ik dit nooit zo zien. Dit zijn dan handjes. Ik denk het. Ja, denk het wel bij mijn leven. Zo, nou, dit was de eerste indruk van de Baby Washer. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik vond het zelf echt super bijzonder om, ja, om dat gewoon te kunnen doen. En ja, ik ben heel benieuwd over 2 weken naar de review van Stephanie. En nou ja, wat ik al zei, mocht je vragen hebben, dan horen we het graag. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Doei doei!